Alweer voor de vierde keer dit seizoen start Toprak Gazikaglioglu vanaf pole position. Hier voor de eerste wedstrijd in Most. Met naast hem op de eerste rij Andrea Iannone op de gele machine. Die in de slipstream van Gazikaglioglu goed meeging naar een tweede plek in die superpole. En de laatste man op de eerste startrij is dan Alex Lowes vanaf een derde positie. Drie verschillende merken op die eerste rij. We keken ook heel even naar Alvaro Bautista. Die moest vanaf een tiende plaats beginnen. Omdat hij een grid penalty kreeg van drie plekken. Want hij hinderde in de superpole Danilo Petrucci. En dan die openingsfase van Bautista is eigenlijk heel erg goed. Komt van die tiende naar een vijfde positie, maar dan valt hij terug. Eerst is het Gardner die hem terugpakt en dan Alex Lowes. Lowes dus niet zo goed gestart. Hij valt terug, maar dan met nog 18 ronden te rijden komt eigenlijk de opmars van Bautista. Vooraan is het Gazikaglioglu met een one-man show. En daarachter het gevecht tussen drie Ducati-mannen. En hier verder naar achteren zien we dat Jonathan Rea in de fout gaat. Jonathan Rea zat daar in de buurt van Michael van der Mark. Beide mannen kwamen ten val tijdens de Superpole. Michael moest vanaf een 16e positie beginnen en Rea vanaf een 15e positie. En hier vooraan dus het gevecht met Bulega. Hier wordt hij aan de kant gezet door Iannone. Maar daarvoor dus met het nummer 9, Danilo Petrucci. Vorig jaar hier twee keer op het podium. Met al 10 ronden te rijden dan Gardner in de aanval bij Bulega. Bulega valt verder terug. En Jonathan Rea moest dan een long lap penalty doen. Omdat hij eigenlijk de baan afsneed. Dat hebben we straks gezien, maar daar verloor hij te weinig tijd bij. 6 ronden te rijden dan nog. De aanval van Iannone. Iannone reed hier nog nooit, maar doet wel mee voor de podiumplek. Een valpartij voor Alex Lowes. Achter Alvaro Bautista. De tweede nulscorer van dit seizoen voor Lowes. De nummer 4 in het kampioenschap. En Bautista valt aan bij Gardner en neemt zo de vierde plaats over. En kijk eens naar die reeks ronden van Gazikaglioglu. Verreweg de snelste man, ook de meest regelmatige rijder. Laatste ronde dan, de strijd om die tweede plaats. Tussen twee mannen die volgend jaar heel graag in het fabrieksteam van Ducati zouden willen zitten. Petrucci en Iannone. En dit is de winnaar, natuurlijk de winnaar, Toprak Gazikaglioglu. Hij wint zijn 11e wedstrijd op rij en zijn 10e totaal. En daarmee is hij inmiddels de meest succesvolle BMW-rijder. De tweede plaats is voor Petrucci, de derde plaats is dan voor Iannone. Zoals gezegd, knap hoor, zijn eerste optreden hier. Vierde wordt dan Bautista voor Remy Gardner en Bulega valt terug naar een 6e positie. Ja, het is Super Mario, kunnen we wel zeggen hoor, want Gazikaglioglu pakt hier toch weer 25 punten en loopt verder uit op Bulega en op Bautista. Wint dus voor Petrucci zijn eerste podium sinds vorig jaar op dit circuit. En Andrea Iannone zijn eerste podium sinds de Superpole race in Barcelona. Yeah, but I feeling a little bit difficult, but anyway, you know, I'm always take the, you know, the pictures. But finally now I'm try. But looks I'm not young, right? I think not. And the general, I'm feeling very happy. And we did again win the special qualifying. I'm not the 29, but anyway, we did amazing lap time. And the race one, the first laps I'm pushing a lot, but after I'm just riding the normal rhythm. And anyway, we did again win. Thanks to my team, incredible job. But we have two more races tomorrow. I will try again win. Thank you very much. Congratulations. Thank you.